Oh ja, dan komt natuurlijk Anne komt op. Da-da-da-da. Krijgen jullie bijna ruzie met elkaar. Precies, bam bam bam. Nee. Jullie gaan af. Zo, dan komt er een licht fade out. Ja, dan kan ik nu niet meer lezen wat er staat. De borrel is hierna in het Creëercafé. Daar staat het nu al vol met mensen van de eerste twee voorstellingen. Dus sluit daar vooral lekker aan. Ik hou je. Heb je zelf. Leuke vraag. Of ik zelf met Leiden te maken heb gehad. Oké, ik zal maar eerlijk zeggen, ik weet het al. Ja, ik ben wel eens een keer. Ik heb wel eens een griepje gehad een keer. Ik heb acute leukemie gehad. Laat weer af. Dan krijgen we 15 en het ziekenhuis. Neem het maar zoals het komt. Laat je tranen maar lopen. Geef dit de ruimte. Ik heb natuurlijk meegemaakt omdat ik zelf in het ziekenhuisbed lag, dat mensen het best lastig vonden om langs te komen. Ik wil niet dat het er is. En jij hebt hier niet voor gekozen. Mijn eigen broertje vond het ook heel moeilijk. Toch is het. Dan kom ik in het ziekenhuis en zieken. Dan weet niet wat ik moet doen, weet niet wat ik moet zeggen. Wil jij je door mij laten troosten? En op een gegeven moment kom je bij het bed. Het is niet eerlijk. En dan gaat de muziek weer harder. Laat maar los wat je wil, laat maar los wat maar je dacht. Eind, laat maar los wat je zo had gehoopt. Zit er handje vast houden, precies. Laat maar los wat je wil, laat maar los wat je dacht. Laat maar los wat je ga zo maar gewoon, is mijn tip. Ga maar gewoon. Dat je er bent, dat je dus de moeite hebt genomen om daar te zijn. Om eigenlijk letterlijk naast iemand te gaan staan. Dat is al een hele mooie stap die je kan doen. Want eerst had je die, maar we gaan toch, want we willen dat we van achter gaan doen. Dat okay. Is beter. En jullie moeten goed kijken met dit lichtje, dat je ongeveer op het randje staat. Deze moet natuurlijk in het midden, inderdaad. En, ja, dus doe maar eventjes, of ergens aan de achterkant een beetje. Oh, sorry. Maar wel met dat blazen twee keer? Ja, als je helemaal voor hebt, dus dat doen we heel veel tussen de neus. Verder, ja. Dan haal je een beetje omhoog en dan probeer je hem hier omhoog te houden. En dan blaas je het hier even. Moet je oppassen dat je samen? Of ietsje schuin misschien, anders blaas je het gezicht. Kan ook eerst eentje. Precies. Niet gaan niet zitten. Dat je in ieder geval in gesprek erover gaat. En ook bij elkaar kijken, hoe doe jij dat? Of wat vind je moeilijk? En dat het prima is dat iets moeilijk is. Want lijden is niet wat we even kunnen doen. Maar ik denk wel goed dat we het samen doen. Ik geloof dat we samen op deze wereld zijn voor de mooie dingen, maar ook voor deze dingen.